loading the tape onto the machine. It's kind of a lost art. The main inspiration for bringing the Revox machines here is to create a kind of story of memory, of how memory has been transferred and recorded and transmitted. If we think about it, this as a timeline. On one side, you have oral traditions. We use a lot of really old American folk traditional music as kind of a starting point for the musical material. And for me, this represents like an oral tradition. And on the other side, you have maybe my naive projection into the future. This comes from the mid-early 80s and is also made for editing. So during the performances, we do a lot of like live scratching, live recording of the cast, playing it back. I mean, we're really abusing them quite a lot. This machine is set up with very high tension. Because of that, we can also play it like a drum. You can really see where it's been hit with sticks already. You hear the recording kind of go, and so we're always carrying the artifacts of past performances with us. We vragen een componist om met ons samen te werken en dan duiken we met hem in zijn of haar wereld. En in dit geval van Jonathan is het zo dat hij een aantal dingen heeft ontwikkeld met het oude iMix. Zo'n computer heeft dus van zichzelf allemaal geluiden. En als hij eenmaal is opgestart, dan kan ik hier precies één pinnetje hier aanraken. Dan krijg je het juiste geluid. Ja, elk pinnetje heeft weer een ander volume ook. Ik zie het echt als instrument. Dat hele precieze, ik denk dat dat ook weer spanning in die performance brengt. Buiten de moderne iMax hebben we ook nog de folk-instrumenten. Bijvoorbeeld de lepels. De mondharp. Maar daar hebben we dan weer gebruikt om ritmische drones die je ermee kan maken, zoals... Overal komt geluid uit, zelfs uit de meest onverwachte dingen. I mean, of course, there's a lot of things that are set, but there's a lot of things that are different in each performance. One thing I'm really learning is, you know, what I can get away with throwing in without throwing the actors off. Sometimes I just have to tell them, you know, like, this part, I might throw something else in, so just ignore the music.